Dank u wel. Dit is het eerste drukdebat dat ik hier meemaak. En ik geniet ergens van de beetje theoretische gedachtegangen. Ik wou het ietsje praktischer proberen te maken. Het betoog van de heer Sneller, waar ik met belangstelling naar luistert, herinnert me heel erg aan de pleidooien om gokken te legaliseren. En nou, we kennen alles hoe het gegaan is rond het online gokken. Ik denk aan de afschaffing van het bordeelverbod, wat procedureel ook ten goede zou komen en alles. Het heeft allemaal niet gewerkt. En mijn vraag is eigenlijk, wat voor lessen trekt D66 uit dat soort opgedane ervaringen? En hoe kan het dan dat D66 nu wel zo royaal pleit voor regulering als ongeveer de oplossing van alle problemen? Ja, Sneller. Ja, mooie vraag. Ik denk dat we bij die gokmarkt heel duidelijk hebben gezien dat je een heel spectrum hebt van hoe je kan reguleren. En dat we daar veel te weinig regels hebben gesteld en veel te veel ruimte hebben gelaten voor de aanbieders om zelf die ruimte te zoeken en daar gewoon de randen op te zoeken en te overschrijden zonder goede handhaving. Dus wat mij betreft, en dat is in ieder geval nu op de gokmarkt weer aan het gebeuren, moeten die regels veel strenger worden gesteld. En de mate, en dat is de tweede kant, denk ik, de mate van schadelijkheid moet daarin leidend zijn. En daarin denk ik dat er in het verleden ook bij gokken te vaak te lichtzinnig over is gedaan, over de mate van schadelijkheid. Nou, dat vind ik een mooie bekentenis in ieder geval als het gaat over het doorgevoerde beleid op die terreinen. En ik mag dus inderdaad aannemen dat D66 bereid is om daarvan te leren en uitkijkt voor te snelle one-liners. Regulering leidt tot een oplossing van de multiproblematiek waar we het hier over hebben. Ja, Sneller. Nou, volgens mij heb ik gezegd dat we een rationeel beleid gericht ook juist ook op veel meer aandacht voor die preventiekant. En er hoort ook altijd een repressieve tegenhanger bij, hè? Maar dat we door preventie voorop te zetten en het ook weer te richten op die gezondheidsschade en ik zei letterlijk, hoe schadelijker de druk, hoe strenger de regels, ja, dat we dat dan ook voorop zetten. En dat is volgens mij ook heel consistent met hoe ik zou kijken naar de gokmarkt. Afrondend. Misschien nog een heel kort vraagje, ook voor mijn eigen nieuwsgierigheid. Het regeerakkoord, waar toch altijd nog, of in ieder geval de handtekening van D66 onder stond, zet heel erg in op denormaliseren van drugsgebruik. Hoe verhoudt D66 zich daar nu toe? Ja, dat staat er zo niet. Kijk, de vraag is wat normaliseren. Ja, ik vind dat een heel ingewikkeld begrip. Ik wil graag benadrukken dat drugs risico's hebben. En dat is volgens mij iets wat je niet vaak genoeg kan benadrukken. En dat je er niet lichtzinnig over moet doen. En vervolgens dat goed geïnformeerde volwassenen wel die keuze moeten kunnen maken. En dat is de tweede kant. Repressie en een te zwaar overhellen naar de repressieve kant, eigenlijk het tegenovergestelde effect bereikt van wat je wil.